Praktijkgericht onderzoek. Midden in de samenleving. Samen. Open. Om de maatschappelijke impact van het onderzoek van hogescholen zo groot mogelijk te maken, is open kennisdeling juist voor het HBO zo essentieel. In 2017 zijn 8 inspirerende initiatieven die zich inspannen voor open kennisdeling beloond met een HBO Award. Mensen die zich op bijzondere wijze hebben laten kennen. Voortrekkers. Pioniers. 1 maandwinnaar krijgt de hoofdprijs van 2017. We stellen deze open helden graag aan jullie voor. HBO Award februari. Bibliotheek en Bureau Kwaliteitszorg van Saxion. Open access mogelijk maken. Saxion heeft al jaren een publicatiebeleid gericht op open access. Met nu een toegevoegde verplichting en praktische ondersteuning door de bibliotheek. Een voorloper. HBO Award maart. Hogeschool van Amsterdam. 100% open access. Van ambitie naar praktijk. Voorbeeld van integratie van open access in de dagelijkse gang van zaken. Goede samenwerking bij onderhandelingen met uitgevers en financiering. Lovenswaardige ambitie van 100% open access. HBO Award april. Sebastian Peek en Eveline Wouters. Een zo open mogelijk onderzoeksproces. Inspirerend voorbeeld. Een onderzoeker die duidelijk voor open science kiest, in zijn eentje invloed heeft en iets bereikt. HBO Award mei. SHB. Hogeschoolbibliotheken samen sterk voor open access. Een mooi initiatief op landelijk vlak met verbindend karakter. HBO Award juni. Willem de Koning Academie. Open access publiceren is het beste carrièreadvies. In deze tijd van alles patenteren, een mooi voorbeeld in een domein, de kunsten, waar je open access minder verwacht. HBO Award juli. HAM. Open Science is een gezamenlijke expeditie. Een inspirerend, breed initiatief. De juiste ICT-ondersteuning, kennis en samenwerking tussen onderzoekers, ondersteuning en anderen. HBO Award augustus. Auteurs van het open leerboek Maak het vindbaar. Open kennis gaat verder dan de eigen opleiding. Een concreet resultaat met een mooie verbinding met het onderwijs. Mooie boodschappen. Het kan ook anders. En maak er een standaard van. HBO Award september. NAI HBO. Zorgen voor kennis die open kennisdeling stimuleert. NAI HBO zet zich in voor het delen van open access kennis via het auteursrechteninfopunt. Nu ook een mooie ontwikkeling richting open data. Er moet nog veel gebeuren om open science in het HBO te realiseren. Maar er gebeurt ook al veel en je kunt er zelf mee beginnen. Stel je werk open access beschikbaar. Zorg voor beleid. Help een ander kennis te delen. Net als deze terechte winnaars van de HBO Maand Awards. Maar er is gestemd. De jaartitel van De Voorvechters van Open Access 2017 gaat naar...